Goedendag, prachtige start van deze dag. In Nijmegen onder andere mooi te zien vanuit een bijzonder perspectief. Het was wat nevelig en mistig, dat is inmiddels allemaal verdwenen. En vandaag ja, wordt het gewoon een mooie dag met flink wat zon en kan de temperatuur hoog oplopen. Lokaal in het zuidoosten kan het toch wel weer 25 graden worden. Maar het weerbeeld gaat wel veranderen en het wordt een stuk frisser later in de week. Laten we eens beginnen met de kaart op hoogte, op zo'n 1500 meter hoogte. En dan begin ik u te vertellen dat deze depressie die we hier zien, dat is het lage drukgebied, dat behoort bij de orkaan Danielle. Die orkaan is inmiddels afgezwakt, maar zorgt in dat gebied wel voor slecht weer. En zorgt voor opstuwing van warme lucht aan de oostflank van dat lage drukgebied. En die warme lucht die probeert Nederland te bereiken. Maar op hetzelfde moment is er vanuit het noorden tegengas. En dat is koele lucht. En dan krijg je hier zo'n scheidingsgebied van warme en koude lucht. Dat ligt zo'n beetje boven Noord-Frankrijk en boven België. En daar ontstaat dan vaak actief weer. En in de loop van de week kan dat actieve weer langzaam maar zeker dichterbij gaan komen. De zuidelijke provincies kunnen daar te maken mee gaan krijgen. Dan zou het kunnen gaan regenen. Maar dat is nog niet helemaal zeker. Op hetzelfde moment gaat de noordelijke stroming steeds dominanter worden. En als ik dan de animatie weer aanzet, dan zien we ook dat die koude lucht terrein gaat winnen op hoogte. En dat betekent dat later in de week de temperatuur in ons land een stuk lager zal zijn. En ook het weekeinde eigenlijk gewoon ronduit fris gaat verlopen. Met temperaturen rond 15, 16 graden. En een stevige noordelijke wind. Inmiddels zien we de weerkaart voor zondagnacht. En dan zien we duidelijk die koude lucht die dan ook een stuk verder Europa is ingetrokken. Die warme lucht die is als het waren helemaal weggedrukt. Nou, hoe ziet dat er aan de grond uit? Beginnende met vandaag. Mooie dag, zoals gezegd. Temperaturen zo tussen 21 en 25 graden en flink wat zonneschijn. Maar veel bewolking is er aanwezig rondom ons land. En deze storing die gaat vannacht passeren. Die gaat vooral in het noorden van het land voor wat regen zorgen. En hier zien we dat gebied dat activeert op die scheiding van die koude en die warme lucht. Dit zijn actieve neerslagzones die boven het noorden van Frankrijk liggen, boven België. Daar wordt het in de loop van dinsdag ook flink nat, maar mogelijk dat die noordelijke begrenzing ons land ook gaat bereiken. Dit is het Duitse model, die houdt die neerslag nog vrij zuidelijk. Alleen Limburg krijgt er dan echt mee te maken. Als ik de animatie weer aanzet, dan zien we ook dat het allemaal een beetje aan de zuidkant blijft. Maar er zijn veel meer weermodellen en ze zitten niet allemaal op één lijn. Want als ik het Amerikaans model erbij pak, die zegt woensdag, ja, dat komt allemaal al een stuk noordelijker. Tot aan de grote rivieren zou het dan nat kunnen zijn. En daarna, ja, dan komt die noordweststroom erin en krijgen we te maken met die frisse lucht. Goed, vandaag dus een dag met hoge temperaturen. Wordt het zo'n 20 tot 25 graden. Morgen, dan beginnen we met veel bewolking. Vooral in het zuiden is er ook veel bewolking. En mogelijk dat er in de ochtend nog een spatje regen valt in het noordoosten en oosten van het land als gevolg van die eerste storing die komende nacht en in de vroege ochtend gaat passeren. Daarachter kan de temperatuur nog wel gaan oplopen naar zo'n 20 tot 23 graden. Zoals gezegd, later op dinsdag vanuit het zuiden mogelijk al die eerste regen op basis van die storing die ik u liet zien. Woensdag gaan we er toch vanuit dat in het zuiden van het land er van tijd tot tijd regen gaat vallen als gevolg van die storing. Er is ook veel bewolking aanwezig. In het noorden kan nog wel de zon doorbreken en het wordt zo'n 17 tot 19 graden. Donderdag al duidelijk die noordwestelijke stroming. 17 of 18 graden wordt het dan. Misschien in het zuiden nog 19 graden. Op veel plaatsen blijft het droog, maar een enkele bui is toch wel mogelijk. En dat is zeker ook het geval op vrijdag en zaterdag. Dan gaat de temperatuur verder dalen. Gaan we richting 15 graden. En staat er een forse noordwestenwind. En dat betekent echt dat het voor het gevoel nog wat kouder is. En zondag zal het niet veel anders zijn. Ook dat wordt een frisse dag met temperaturen rond de 15 graden. En van tijd tot tijd buien. Nog een fijne dag.